Pascal Bosgaard, je verliest met 3-1 in de Kuip. Maar ik denk dat je positief bent over de manier waarop het team zich heeft laten zien vandaag. Nou, ik denk dat we zeker wel tevreden kunnen zijn hoe wij verdedigen. Wel een aardig plan. Goed plan. Dat werkte tot op zekere hoogte werkte dat goed. Alleen is de kwaliteit van Feyenoord is doorslaggevend. Als je ziet hoe Sinisterra die bal aanneemt. Van een bal van Kukcu, die gewoon echt een slechte bal was. En hoe hij hem aanneemt en hem dan binnenschiet. Ja, een Baks die hem in de tweede helft zo binnenschiet. Ja, daar moet je dan voor klappen. Dus ik denk dat we tevreden kunnen zijn over de manier hoe wij ons strijdplan vandaag uitgevoerd hebben. Alleen ja, goed, de kwaliteit heeft vandaag doorslag gegeven. Je zei al van je bent tevreden over de manier waarop er verdedigd werd. Extra zuur is dan de manier waarop en op welk moment de goals vallen. Hè? Nou ja, goed, dat is dus inderdaad. Ik denk dat we het goed hadden staan. Alleen ja, goed, dan is het de afstandsschoten. En als die er dan zo ingaan, ja, dan kun je de haast niet tegen verdedigen. En dan zou je nog kunnen zeggen van nou ja, we moeten het schot eruit halen. Maar goed, als jij op een bepaalde manier je elftal neerzet, dan weet je wel eens dat de afstandsschoten erin, dat je die kan krijgen. En als ze dan zo ingaan, dan weet ik het niet. Je weet vooraf dat het natuurlijk geen schande is om van Feyenoord te verliezen. Maar wat had je de groep meegegeven vooraf? Nou ja, kijk, weet je, je probeert wel de groep een beetje ervan te overtuigen dat er ook hier wel wat te halen is. En we hebben ervoor gekozen om een iets andere manier van druk zetten. Bij vlagen wel en bij vlagen niet. En dat werkte gewoon op zich prima. En je probeert de jongens natuurlijk ook mee te geven van ja, je speelt in een volle Kuip. Is toch net even wat meer sfeer als in andere stadions. Dus je probeert de jongens daar wel rustig in te krijgen. Dat is volgens mij wel aardig gelukt. Kijk, zij scoren gewoon 2 wereldgoals. Daar kan jij in principe gewoon niks aan doen. Kijk, we hebben een andere tactiek bepaald. Nou, dat kwam in de eerste helft kwam dat er aardig uit. Kwam nog een voorsprong. Maar ja, op een gegeven moment zie je, ja, is het toch onvermijdelijk dat zij blijven maar drukken. En als die goals dan vallen, ja, dan wordt het lastig. Toch hadden wij vanaf de tribune wel het gevoel van dat er iets mogelijk was. Hadden jullie dat gevoel in het veld ook? Nou ja, kijk, in de rust zeggen tegen elkaar, weet je, die kansen die komen, weet je. We hebben nog komen een paar counters. Dan kan het zomaar weer 2-2 staan, is er niks aan de hand. Dus dat vertrouwen was er nog zeker, sowieso in de rust. En die kansen kwamen niet echt, tweede helft. Zij scoren nog een aardige goal, dan wordt het lastig. Wat hadden jullie vooraf met elkaar afgesproken? Want de resultaten de laatste weken waren natuurlijk niet heel best. Maar hadden jullie ook zoiets van, we willen in ieder geval met een positief gevoel van het veld afstappen? Tuurlijk, je gaat hierheen om minimale punten te halen. En we hebben onze tactiek aangepast naar 4-2-3-1. Vooral de as meer dicht houden, meer naar de zijkant te dwingen. Nou, dat had het best wel goed staan, denk ik. Kijk, ze komen gewoon met die wereldgoal op voorsprong. En de tweede goal is gewoon een mazzeltje natuurlijk. Via Kelvin McIntosh, ja. Dan wordt het gewoon lastig. En ja, vooral met deze tactiek is het gewoon heel belangrijk dat je niet heel snel die goals tegenkrijgt. Als die dan vallen, wordt het lastig. Aan het einde kan de uitslag ook nog groter worden. Maar je wisselt aanvallend. Je wil nog wat bewerkstelligen? Nou ja, kijk, weet je, je probeert jongens de kans te geven ook om vandaag hun minuten te maken. We hadden een extra wisselmogelijkheid omdat Tom Boeren met hoofd eruit ging. Dus we proberen jongens wel minuten te geven. Ook een mooie ervaring mee te geven. En dan mag het niet zo zijn eigenlijk dat je de laatste 10 minuten nog 600% kans weggeeft. Dus het had ook zomaar in één keer 8-9-1 kunnen zijn. Dus dat is wel iets waar we naar moeten kijken. Maar ik denk dat we tevreden kunnen zijn over de manier waarop we vandaag de wedstrijd zijn ingegaan. Ja. En wat dat betreft ook nog een mooie goal gescoord in de Kuip. Ja, ik denk dat we een hele mooie goal gemaakt hebben. En dat was ook precies een moment wat we ook echt van tevoren gezegd hebben. Dat deze momenten gaan gebeuren. En dat gebeurt gelukkig. En dan begin je goed. En dan krijg je die 1-1 tegen. Ik denk ook zelf dat je misschien wel daar zelf debet aan bent. En dan komt Feyenoord er goed in. En dan wordt het lastig. Je weet, hè, als je iets verdedigender speelt, dat je dicht moet houden. En als je dan een voorsprong komt, dat is fantastisch. Want dan kan je, hè, niet dat je dan achteruit moet gaan hangen. Maar dan weet je dat je niet per se meer hoeft. Dat je gewoon echt de as dicht kan houden en je tactiek kan vasthouden. Ja, en als die goals dan vallen, wordt het lastig, wat ik al heb gezegd. Op naar Fortuna. Ja, we gaan weer door en komt helemaal goed.